Hoi allemaal, ik ga het even heel snel proberen uit te leggen. Het is vandaag mijn allerlaatste stage dag en een van mijn collega's, Tamar, is radio DJ. En ze belt me net wakker. Ik zeur al weken dat ik Frozen wil horen in haar programma, Let It Go. En nu heeft ze me dus net gebeld, heb ik niet kunnen filmen, maar hoor. Ze draait nu op de radio Frozen. Makes everything seem small. Cold never bothered me anyway. Oh, geweldig. Dat was hem dus. Nou, oh, dat is Tamar. Als je oren nog niet bloeden, doe er even een doekje in. Speciaal voor Rutger dus. Oftewel Veurtje. De beste stagiaire die wij ooit hebben gehad bij ons reclamebureau. Oh. De laatste dag van hem vandaag dus. En daarom dit nummer. Ik moet met tranen in mijn ogen afscheid nemen van Rutger. Maar met heel veel plezier van dit nummer. Oh mijn god jongens. Frozen dus. Let It Go. Nou, dit is echt het leukste wakker worden ooit. Heel erg bedankt Tamar voor dit. Sorry dat ik je programma verpest heb. Nou, ik ben wel gelijk wakker. Dit is vandaag mijn laatste stagedag, zoals je misschien wel hebt begrepen. En ja, Tamar heeft dus een verrassing voor mij, maar ik heb ook heel veel verrassingen voor mijn lieve collega's. Dus ik ga me heel snel klaarmaken. Jullie mogen mee vandaag en alles zien. Nederland speelt ook nog eens vanavond, dus het is gewoon een superleuke dag. Maar ik ga me nu heel snel aankleden en door de wasstraat halen. Dus ik ben zo terug. Nederland speelt vanavond, dus ik zou even snel een Outfit of the Day doen. Het is misschien een beetje luchtig wat ik aan heb, maar ik doe er straks zo'n vest overheen en zo, want dan ben ik er vanavond in ieder geval klaar voor. Deze tanktop is van H&M en de zwarte broek eronder is ook van H&M. En ik heb oranje Nike's gekocht, speciaal eigenlijk voor Nederland, maar daarna zijn ze ook nog wel leuk. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga nu snel naar de dierenwinkel. Het is dus mijn laatste stage dag. Ik heb helemaal niet uitgelegd waarvan. Ik heb afgelopen half jaar een stage gelopen bij een reclamebureau. En er staat al heel dat half jaar een lege vissenkom. Dus ik heb stage gelopen samen met klasgenoot Richard. En ik ga dus nu 2 epische vissen halen om in die vissenkom te doen. Zodat ze nog iedere dag aan ons moeten denken en aan ons moeten voeren. Want dan gaan ze natuurlijk ook Richard en Rutger heten. Maar ik hoop dat ik het kan vinden, want ik heb totaal geen idee waar het is. Dus ik rij weer op Google Maps. Maar we'll see. Ik heb het gevonden, dierenwinkel Exotica. Ik ben heel benieuwd wat ze allemaal hebben. Ik weet niet wat daar binnen allemaal gebeurde in die dierenwinkel, maar er liep een oehoe rond, grote uil. En ze hadden echt de meest vette vissen, dat wel. Ik wilde eigenlijk hemelkijkers, dat zijn deze vissen. Maar die waren op, dus ik heb nu 2 leeuwenkoppen gekocht. Die zijn ook heel erg mooi. En nu op weg naar mijn stage om ze te gaan verrassen met de 2 nieuwe aanwinsten, 2 nieuwe collega's. Wat een horrortocht was dat. Regen, wind, het was echt van de ene kant van Amsterdam naar de andere kant van Amsterdam. Maar ik ben eindelijk heel hard aangekomen bij mijn stage. Dus ik ga nu naar binnen en niemand zal er blij mee zijn, want niemand zit op fietsen te wachten. Maar ik ga ze toch nu cadeau doen, dus laten we kijken wat ze ervan vinden. Goedemorgen. Verrassing. Jullie nieuwe collega's. De nieuwe Richard en Rutger. Het zijn wel bijzondere. Ja, goud is cash natuurlijk. Het zijn leeuwenkoppen. Leeuwenkoppen. Moeten we nog even wachten? Dit is Richard trouwens, hier heb ik stage gekozen. Ja, nee, maar mijn haar is nou niet goed. Oh. Maar kijk, we gaan even op temperatuur komen. En ik ben denk ik de oranje. Dit klopt precies, dit hebben we niet afgesproken. Kijk. Nou, dit is te toevallig. Yay. Maar ook op onze laatste dag moet er hard gewerkt worden, dus we gaan nu snel aan de slag. Toch Ries? Ja, gaan we doen. Let's do this. Naast de vis hebben we ook andere dingen gegeven, namelijk deze geweldige mokken. En er staan allemaal quotes op van iedereen. Dit is bijvoorbeeld voor Stefano, die is er nu nog niet, maar die vroeg altijd, is het al first day? Vincent had altijd sambal overal op. Voor Nick hebben we deze mooie Let It Go mok, want die is ook fan. En the cold never bothered me anyway. Do you wanna build a snowman? Nou, dus heeft iedereen zijn eigen custom mok. Kijk, dit is net als een lunch. Heerlijk, hagelslag met hagelslag.
Dit is trouwens de mop van Desmond. En Desmond heeft het niet zo op Let It Go. Dus... Het werk zit erop, dus nu doen we nog een borrel met z'n allen. Nou ja, met z'n allen. Heel veel mensen zijn er niet. Hoi, op de zwijven allemaal. Hoi. We moeten nu met z'n allen op de bank zitten. En volgens mij... Oh. Gaat het geluid uit? Wat is dit? Ja, denk dat namens iedereen ontzettend bedankt. Heel veel succes met alles wat er komen gaat. En onthoud dat de deur ook tijdens de studie altijd open is. Als je aanbelt. En Karin is er niet. Nee, ik zeg proost. Nee. Ja. Oh, proost. Het laatste studiejaar. Je mag hem even vasthouden. Ah, wat leuk voor de beeld. En welkom bij de première van Frozen 2. Heel erg benieuwd. Oh, nou. Toch vandaag. Het is namelijk mijn allereerste stage. En jullie hebben heel vaak aangevraagd of ik een keer een dagje uit mijn leven wil filmen. En ik dacht, dit is echt de perfecte dag. Aankleden. En dan mogen jullie vandaag met me mee, want ik ga alles filmen. Welkom bij de making-of van deze fantastische film. Ik zet hem eerst even uit. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. It never bothered me anyway. Ja, echt superleuk. Inmiddels is de borrel in volle gang. De helft is al weg, want het is gewoon een woensdag. Dus iedereen denkt zoiets van ik ga naar huis. Popcorn! Maar we hebben popcorn! Dus we gaan nog even door. Het is echt super gezellig op de borrel, maar ik wil even dit nog laten zien. This office has gone 0 days without singing a song from Frozen. Sinds, en dat is onze eerste stagedag, 10 februari. 2014. Oh, wat doe jij eraan? Ik ben een plassen gast. Oh, het moment is nu echt daar. Ik ga de sleutels overhandigen. Ik zit echt in het moment. Ja. Nou, Mirella, hier is de sleutel. Ook voor die shirt. De drie sleutels. Pijn, pijn doet dit. Ja. Nou, hier knuffel. Groepsknuffel. Een groepsknuffel. Dag mannen. Yes. Ah, oh, die vind ik echt heel erg jammer. Dat dit de laatste dag was. Shit. De deur zit op slot. Mijn stage zit er nu echt op. Kijk. Dus het is nu tijd om naar Rick te gaan. Daar ga ik voetbal kijken. Oh nee. Ik kom daar in een soort oranje zee. En ik hoop dat ik er doorheen kom. Shit. Tingeling. Amsterdam is in ieder geval helemaal in de stemming. Maar ik moet nog even door de regen richting Rick fietsen. En ik weet totaal niet de weg, maar we zullen kijken hoe ik kom. Ik heb Google Maps in mijn oren, dus het zal vast wel weer goed komen. Ik ben inmiddels gearriveerd. Het is al 13 minuten bezig. En we zitten op de bank. Super spannend. Cheers. Hier is Rick. En hier is, what's your name? Gianluca. Gianluca, I don't know who Gianluca is, but I'm probably gonna get to know you. But it's very, it's heel erg spannend en ik hoop maar dat het goed gaat. Echt? Als ik dit soort beelden zie, denk ik soms is het voetbal of is het ballet, want iedereen die valt, maar
sierlijk op de grond. Het is gewoon één acteerding, maar... Ja. Nee, we liggen eruit en dat er penalties, dat is echt super lame. Snapte ik eindelijk een beetje de spelregels, kunnen we naar huis. Maar goed, de dag is voorbij. Als je het leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dat niet bent op dit kanaal. Want dan krijg je meer dagelijkse vlogs en andere bonusvideo's te zien. En als je het hele radio-interview wil zien, moet je even met op Twitter volgen, @RutgerVink. Want daar zal ik het hele radio-interview nog eventjes tweeten. En verder vergeet je een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei. Oh, Nederlands. Louis. Hey allemaal en welkom bij deze hele speciale video.